Twee. Nou, meiden, kijk staan, hier heb je jongen vast. Oh, het staat op mama. Oh. Jongens, oh, je ziet het nu net niet meer. Vincent wilde de vlog in zijn onderbroek beginnen op de gang. Helemaal niet. Maar er staat iemand in de gang. Oh. Nou jongens en meiden, in ieder geval een hele goede morgen en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ons plannetje is een beetje mislukt. Wat we wilden doen is dat Vincent op de gang stond, dat ik de deur opende en dat ik de vlog begon van goedemorgen. Maar Vincent staat dus in zijn onderbroek. Maar ik keek ook zo, er stond echt precies zo'n man en zo, die keek maar zo. Maar hij is nu recht. Oh nee, nog steeds niet. Sorry! Dit is fucking ongemakkelijk. Oh my god, ik weet ook niet wie deze mensen zijn. Oh, wat ik je zei. Oh ja, nu slik ik weer. Oh nee, nog steeds niet. Oh nee! Ze staan ook echt precies hier op het hoekje dat je ze net niet kan zien. In ieder geval, jongens en meiden, zoals je kan zien aan mijn haar kom ik net onder de douche uit. En is het dus weer heerlijk, een nieuwe dag. Ik gooi de gordijnen gelijk open. Wat top! Vincent heeft hier op de bank geslapen en hij zei dat hij weer helemaal gestoord werd van de knoesjes. Van de knoezepoesjes. Ondeugje. Irritant beestje dat je bent. Vincento, di pasta, di pesto. Is Vincent een... Is dat een Italiaanse naam? Vincento. Nee, Vincento. Maar je kan het ook in het Frans. Vincent. 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 In Nederlands Vincent. En in het Belgs? Belgisch? Vincent. Van Zandwapser. Zo, Van Zandwapser heeft een lekker ontbijtje gehaald bij de appie. Kijk eens wat lekker. Een lekker croissantje en lekkere broodjes. Lekker, hè? Ik kan toch zo genieten van een bakje koffie in de ochtend, jongens en meiden. Zo lekker. Ook al is het al 1 uur 's middags. Maar oké, dat maakt niet uit. Gaat om het idee. Vraag me wel af. Wie van jullie is onder de 15 en lust al koffie? Ik lustte koffie namelijk pas echt toen ik 18, 19 werd. En daarna vond ik het pas lekker. Daarvoor kon ik het echt niet drinken gewoon. Oh. Het ging niet als gepland. Ja, u had een kat besteld. Die is al binnen. Sniffy. Ja. Nou, jongens en meiden, we gaan maar weer eens een keer de trap pakken. Godsimijne, niet te geloven. Namelijk, de liften duren weer echt een half uur. We staan al een kwartier te wachten om naar beneden te gaan, maar er komt gewoon geen lift. En elke lift waar die langs komt, daar staat al iemand in. Dus dan mag je er niet meer bij door de coronaregels. Wat zeg je? We zijn denk ik aan het verbouwen op 2, want daar stonden toen ik beneden stond, zie je toch waar de liften staan. Ja, ja. En daar stonden er 3 op 2 toen in de tijd. Lekker. Kom, ga erheen. Begin. Dus, we zijn op verdieping 6 en daarna 5. Zo, wat er moet gebeuren, jongens en meiden, is de auto eerst even open doen. Maar kijk, als je goed kijkt, gisteren zijn we off-road gegaan in de vlog. Dus er zit nog allemaal modder hier en daar en echt op allerlei plekken. Dus mijn hele auto die trilt als een gek als je erin rijdt. Je gaat echt helemaal zo. Maar dat komt dus waarschijnlijk omdat er nog allemaal modder tussen de velgen zit. Dus ik hoop, we gaan nu naar de car wash. Ik hoop dat het straks weg is, anders heb ik echt een probleem. Zien het zitten? Moet je eens kijken. Moet je eens kijken hoe vies het overal is. Ja. Misschien zit er zeg maar gewoon een opgedroogd stuk. Oh, okay. Oh, ja, dit moet echt even goed gewassen worden. Maar jullie hebben het gisteren toch opgedaan? Ja, maar niet goed. Flikker uit, loop! Stop! Stop! Oh, jongens, deze guy, hij drukt zo vaak op mijn toeter gewoon. Tot er gewoon mensen staan hier. Stop nou! Het is fucking asociaal. Oh, politie achter je. Lul. Yes, oh. Yeah, de car wash. Loogman, jongens en meiden. Oh, je moet even je antenne eraf halen. Ik heb geen antenne. Nee, doe dat niet. Oké, noem eens een getal tussen 1, 2 of 3. Nu. 2. Nou, sorry. Hij wordt zo lekker ongemakkelijk van, dat is heerlijk. Sorry. Hi. Ik heb een pauze. Hi. Even
testen of we nog steeds een trilling hebben. Komt ie, 3, 2, 1. Hoppa! We hebben geen trilling meer! Hey! Hij is schoon, hij is clean. Dat is top. Ja, je voelt het echt niet meer, hè? Nee. Gisteren was het echt heel heftig. Zo, nu niet meer. Nee, nou, hey, gefeliciteerd. Huh? What the fuck? Hè? Huh? Kijk wie hier ineens is. Huh? Ja, dit is echt toeval. Bro. Dit is toeval? Ben jij die jongen van GTS, nee? Jij bent toch die ene springjongen? Ja. Wacht een beetje op de fuck. Jij bent toch echt zo'n knol? Nee, dat is mijn tweelingbroer. Oh! Ik ben met jou op de foto hoor. Oh, hij wil met je op de foto, hoor. Oh ja, nee, ik stap niet uit hoor, vervelend. Nee, ik, nee. Hé hey, bro, ik stap niet uit, maar ja, mooi, oké. Okay. Wie ben jij eigenlijk? Ja, weet ik niet, man. Hé, hey, kan je weggaan? We hebben haast. Ja, hey, ga even weg, hoor. Of rij achter ons aan of zo, weet ik veel. Hé, hey, die fans zijn al... Ik wil jullie de hele dag volgen, want ik ben jullie grootste fan! Hé, hey, het zou wel grappig zijn dat er nu iemands auto in stad en was weggereden. Ja. Vincent is even hier naar binnen gegaan. Boas is er dus ook bij, we hadden gewoon afgesproken. Want Vincent gaat even zijn vriendin hier ophalen. Die komt straks ook naar buiten en straks in de auto zitten. Dus dat is even wachten. Wow, Boas er van de gekke gadgets. Ja, ja. Ja, nu de trap op. Gaat dat... Oh, ik dacht dat je ging springen. Holy shit. Suus is er ook. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Kijk eens wat een ding. Wat ziek. Kijk. Die kop ook, die lompe kop. Snapte helemaal niks. Doe nog eens een rondje. Oei. Hij snapt het niet. Hey Poes. Wat doet hij nou? Oh, dikzak. Oh. Ga jullie allebei achterin? Nee, ja, ik gunde Jade voor in, maar... Ik heb liever jou voor in. Oh. Ja, ik wil Luna voor in. Oké, doei. Nee, ik wil wel achterin. Nee, kijk uit voor de politie! Upsie. Oh, ze gaat nu echt hier zitten. Nee. Kom voor, ga voor in. Hallo. Hey, hey. Wordt niet gewaardeerd hier. Zo, stel je voor, je doet even je deur open, je slaat me zo tegen een politiebusje aan. Dat is niet goed. Wat we dus gaan doen, Vincent vond het een leuk idee. Ik heb nieuwe kleding nodig, want jongens, kijk, mijn lampjes gaan uit. Ik loop dus echt al zo lang in dezelfde kleding. Jullie weten, ik heb er vaak gezegd, altijd dezelfde broek met het gat in mijn knie. Niet normaal. Dus, ik heb een superleuke hoodie voor hem gekocht, maar je hebt die nooit aan. Echt wel? Dan kan hij moeilijk over zijn benen. Maar jullie mogen een outfit gaan uitzoeken. Kijk, Loen, ik heb al een heel moodboard gemaakt. Heb je een moodboard gemaakt? Voor de outfit. Oh shit, wat nice. I'm not even kidding. Oh, serieus? Ja, kijk. Oké, dus ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen straks. Oh, jullie krijgen de bankpas van Vincent mee en mijn bankpas. Nice. Mogen we zelf ook shoppen? Nee. Is dit voor jou of voor ons? Voor mij. Ik vind dit heel leuk. Kijk jongens wat ik heb gekocht. Oh, wow. Wat ja, ik ben wel een echte fan. Heb jij hem nee, ook thuis? Nee, ik ben trots op je. Heb je echt leuk gedaan. Heb je hem ook al thuis of niet? Nee, nog niet. Nou, dan moeten we die zo ook even gaan. Nou, meiden. Kijk eens aan. Hier hebben jullie onze pas. Is het deze? Huh? Ja, dat is hem. Wacht, dat is mijn zakelijke. Oh, kut. Nee, doe die maar niet. Nee, doe die maar niet. Oké. Nee. Maar hoeveel mogen ze uitgeven? Is er een limiet of is het gewoon één auto? 200... Tot die stop zeg. Tot die stop zeg, ben je gek? Zo simpel is het toch. We zijn over 3 en nog bezig. Laten we tot 200 of 150 of zo. 250 voor mij. Voor hem, voor jou mag het iets anders. Doe maar 150. 250 bij de Saab? Wat ga je kopen? Oh ja, doe maar 150. Nee, doe maar gewoon wat je wilt. We gaan alleen bij de Saab. Oké. Oké. Maar moet je niet goed opleggen? Ja, nee. Ja, luister aan. Go. Oh, gas. De allereerste winkel waar we heen gaan is de Zara. Dus ik ben heel benieuwd wat ze hier gaan zoeken. Oké, de meiden zijn aan het overleggen. Wat gaat het worden? Ja, dat is zoiets ook leuk. Wat gaat het worden? Ja, tuurlijk. Het klinkt echt als een heel vergadering dit. Ja. Oké. Dat klopt, is het ook. We krijgen toch wel allebei een andere? Ja. Dat wel. Okay. Wie zijn idee was het om dit ding mee te nemen met shoppen? Lekker man. Het is heel leuk om er mee te rijden, maar zodra je in de winkel staat, dan voel je een beetje in het wiel. Oh, ja. Nou, jij wil hem mee. Nou, ik laat hem achterlaten. Ja, ik laat hem achter. Jij moet hem meenemen. Vincent, doei. Doei. Hey, mag ik jullie één tip geven? Nee. Jawel. Ik wil geen zwarte kleding. Nee, dat is gewoon. Wow. Zie jij zwart hier? Nee, oké. Okay, maar...
Dat is wel zwart. Okay. Is dat voor Vincent? Dit is voor Vin. Oké. Ik vind dit leuk. Ja, ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Oké, hoeveel denk je dat de meiden gaan uitgeven voor jou? Ik weet niet. Het maakt me ook niet heel veel uit. Ik denk maar bij Sarah gaan het 40 euro. Ze gaan echt tot het max. Ja, maar bij Sarah het kan ook niet heel erg. Nee, heel dat is waar. Zijn jullie klaar? We hebben sowieso een outfit. Die is voor mij, deze is voor Vincent. Ja. Oké, wat we dus doen, we gaan het gewoon kopen. En dan passen we het thuis pas. Ja. Goed plan? Nee. Ja, en als het niet past, gaat Gio terugbrengen. Nee, dat gaan we niet doen. Dat vind ik ook. Nee, ja, het is een heel slecht plan, maar we gaan het wel doen. Let's go. Mag ik ook een outfit voor je uitzoeken? Ja, doe dan. Ja? Ja, is goed. Oké, dan zoek jij er ook even voor mij uit. Ja, is goed. Ja, oké, dan krijg jij mijn pinpas. Heel onopvallend. What the fuck? Oké. Als ik dit zie, dan denk ik gelijk aan boas, jongens. Dit is een echte boas broek. Is dit een boas broek? Ja. Ja, echte boas broek. Dit zijn twee outfits en een half. En hier komt de derde outfit aan. Wij zijn helemaal geslaagd. Dus we kunnen nu naar huis gaan. Zo. En daar gaan we het pas passen dus. Ik heb ook een outfit voor Boris. Ik heb ook een outfit voor Boris uitgezocht. En hij dus ook eentje voor mij nog. En nu hopelijk niet weer mijn vracht kapot rijden in de parkeergarage. Dan ga ik echt janken. Nou jongen, daar gaan we. Jij gaat je outfit aandoen. We hebben de deur op slot gedaan. Als ik het nu zo zie, dan denk ik al wel van oké, dit klopt wel. Ja? Ja, ik denk dat het goed heeft gedaan. Oké, nou mijn spullen liggen hier jongens en meiden, dus ik ga dit ook even aandoen. Ik heb nu gewoon een lekker simpel shirtje aan, broek aan die ik al jarenlang aan heb. Dus ik ga even mijn hand voor de camera doen. En 3, 2, 1. Zo, onze outfit is klaar. Wat is de eerste reactie? Ja, ik vind het leuk. Maar je moet er even schoenen onderaan. Stil. Nee. Die van jou is ook nice, man. Sowieso echt top. Oké, dankjewel jongens. Jouw benen zijn een beetje te dun. Kan je even schoenen aan doen? Ja, wat voor schoenen moet ik aan? Oh, die katten halen ik echt heel erg pakken. Ik heb geen witte, nee. Waar zijn je erfen? Die zijn kapot. Oké, nou dit is mijn outfit. Je kijkt er zo afkeurend ook. Helemaal niet, ik vind het gewoon prima. Het staat goed. Hebben we nog meer? Ja. Oké. Eerst mijn outfit. Maar geef even cijfers. Ook... We willen cijfers horen. Die voor jou echt 9. Kijk. Ja, lekker geïnteresseerd joh. Ja, ik vind die voor jou ook wel 9, ja. Oké, ik heb een nieuwe outfit aan, op een andere broek. Is het beter? Ja, maar dit was ook wat ik in gedachten had, maar ik dacht dat deze niet zou passen. Ja. Ik geef ook een 9. Ja? Ja. Kijk. Nee, niet die. Nee, dit past er niet helemaal gek. Oké, kijk, deze is beter dan die andere broek, denk ik. Ja. 100%. Is dit beter? Ja. Ja. Dit is 10 keer beter. Nee. Ja. Boas gaat de outfit aandoen die ik voor hem heb uitgekozen. Heb je nou een bodywarmer? Ja, ook voor jou! Echt waar! Oh shit! Oké, ik heb een zwarte bodywarmer, een lichte kijk. En een lichte trui. Ah, is wel sexy toch? Ja, word je wel echt best wel hetzelfde idee. Oh god! Uiteindelijk, ik kon geen broek in jouw maat vinden, dus jij hebt weer een totaal ander iets gekregen. Maar je hebt wel bodywarmer. Nice. Oké, jongens, ik ga de outfit aandoen die Boas voor mij gefixt heeft. Komt-ie. Trouwens, dit is dus mijn outfit nu, die Jaden en zo hebben uitgezocht. En nu komt Boas outfit. Ik vind het best dik zo. Ik ook. Wat je nu hebt. Weer even cijfers van jullie. Hey, die stek je ook. Oh, ik vind het echt heel leuk hoor. Waar is de bodywarmer? Hey, nee. De bodywarmer heb ik niet aangedaan, want dat leek echt heel raar. Nee, maar nu moet je ook de hele outfit aandoen. Ja, je moet het wel even aandoen. Wacht. Ja? Dit is de outfit die Boas voor me heeft die uitgezocht. Die bodywarmer staat zo leuk. Ik heb het al heel goed voor hem ook gedaan. Ja, ik vind nice outfit. Goed gedaan. Ja, maar ik zie jou nooit. Ik zie jou... Ik zou Boas hier wel eens lopen. Nou, ik dus niet zo snel, maar dit past wel bij. Ik ga de bodywarmer niet zo snel. Eerlijk, dit zou je niet zo snel zelf aandoen, toch? Of wel? Ja, ik vind dit wel heel leuk. Ja, ik heb dit eigenlijk ook gewoon al. Oh, oké. Dus... Nou ja, nee, ik ben er blij mee. Het enige ding is dat dit precies dezelfde broek is als Gio net aan had. Ja, klopt. En ik ben er ook nu al uitgescheurd, want ik heb er meteen doorheen gestoken. Okay, dat doe ik ook wel. Kijk, dit vind ik weer net iets te. Je lijkt... ja, hij is te groot. Ik echt je lijkt een beetje zo'n opa. Je lijkt een beetje een opa die gaat golfen. Ja, dat zijn Boas ook. Oh, deze staat je misschien nog wel leuker. Ja, dit. Hey, ja, hey, hij moet andersom. Maar die heeft hij, die heb je deze al. Deze heb ik al. Oh, echt? Ja. Dit is echt een oudje die je nu aan hebt. Ik vind het heel leuk. Zo, mijn laatste outfit. Deze is ook uitgezocht door de meiden. Lekkere comfy outfit, super chill, lekker helemaal groen. Ik vind in ieder geval dat het allemaal heel erg geslaagd is. Niet alles is helemaal op en top, maar ik heb echt wel wat leuke nieuwe dingen erbij. Dus nu zien jullie mij ook weer nieuwe kleding zien. Ja, ze hebben het niet verkeerd gedaan. Nee, ja? Nee. Goed gedaan.
Oh, wat ik echt wel wil in dit nieuwe huis, jongens, dat ik ga verhuizen, is gewoon een inloopkast waarschijnlijk maken. Dat was wel echt super gaaf ook weer, denk ik. Kan niet wachten! Jongens en meiden, ik zit weer in de auto. We hebben net Luna hier afgezet. Luna moest ik thuis brengen en nu moet ik nog Jade naar huis brengen. Voor de rest is iedereen ook weer weg. Ik zit hier in mijn nieuwe oudje, waar ik dus wel blij mee ben. En ik heb gelukkig eindelijk weer wat nieuwe broeken. Ik zag ook echt de laatste best veel van jullie reageren van, joh, je moet echt een keer een andere broek fixen. Nou, gelukkig heb ik dat nu gefixt ook. Dus daar ben ik wel ontzettend blij mee. Shoppen is alleen, ik weet niet. Ik vind shoppen alleen altijd, ik kan niet echt lekker op mijn gemak shoppen of zo. Het moet bij mij altijd snel. En ik wil ook niet echt lekker rustig even in een pashokje staan. Ik weet nog wel dat ik vroeger met mijn moeder echt 3 uur lang in een pashok stond. Nou, dat zou ik nu echt niet meer kunnen. Nou, ja, er is in ieder geval even plassen binnen. Dus daar zit even op wachten nu. Ik heb mijn hele kleding mee. En Jade heeft net ziek bier over me heen gegooid. Het ging echt niet expres. Fuck jou. Oeps. Nou, maar dit is wel grotendeels. Oh nee. Nee, zelfs hier is het ook nog helemaal nat. Oh oh. Goed blazen. Ik heb een leuke deus gekregen trouwens. Kijk, dit lijkt op een overhandschoen. Dit is dus een handschoen. Er zitten allemaal dingetjes op. Die is blijkbaar voor je kat. Dus als je die aandoet. Ik heb eigenlijk twee, de andere ligt beneden. Die ga ik dus meenemen voor mijn kat. Want ik ben heel benieuwd naar wat ze gaan doen als ik dit gebruik bij ze. Het is een heel raar ding. Kijk, het voelt ook heel raar. Zoals je voelt. Jullie kunnen niet kijk, voelen, maar... Kijk, laat eens van de kwestie. Ik ben heel benieuwd hoe mijn katten daar gaan reageren morgen als ik het bij ze doe, of overmorgen. Maar het is een knuffelding voor je kat. Jullie mogen nog steeds raden wat dit is hier op de grond. Ik heb het ooit een keer verteld, maar jullie mogen het nog steeds raden. In ieder geval, jongens en meiden, ik ga de vlog hierbij beëindigen. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Morgen moeten we vroeg op om... Trouwens, dat is helemaal niet vroeg eigenlijk. We moeten ongeveer rond 8:30 op. Maar in ieder geval, jongens en meiden, ik jullie helemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen dus, om 5:30 bij weer een nieuwe vlog. Vergeet om hieronder te abonneren op mijn kanaal. En morgen is er dus weer een nieuwe vlog online. En dan zeg ik nu, later!